Roesen en Roesen verzorgt de totale dienstverlening rondom het ontruimen en weer schoon opleveren van woningen. Dit gebeurt vooral in opdracht van deurwaarderskantoren en woningbouwcorporaties. Het bedrijf ontruimt bijna 5000 woningen per jaar door heel Nederland, waarvan meer dan de helft ook wordt schoongemaakt. Roesen en Roesen neemt elke ontruimingsklus aan, ongeacht de staat van vervuiling. Het veelzijdige en specialistische werk vraagt om vakmensen die onder alle omstandigheden van aanpakken weten en hun werk goed en met respect uitvoeren. Roesen en Roesen besteedt dan ook veel aandacht aan het selecteren van de juiste medewerkers. Voor je bij Roesen en Roesen aan de slag kunt gaan, is er een aantal belangrijke zaken die je moet weten en waaraan je je moet houden. Niet één dag is hetzelfde. Iedereen meldt zich 's ochtends bij de bedrijfsleider. Je hoort met welke collega's en welke voorman je die dag aan de slag gaat. De teamsamenstelling verschilt per dag. Iedere medewerker is verplicht om in bedrijfskleding van Roesen en Roesen het werk te doen. Het dragen van werkkleding, werkschoenen en handschoenen is verplicht. De nieuwkomers kunnen bij de planning een set kleding halen en na het tekenen voor ontvangst meenemen. Bij het beëindigen van het dienstverband lever je de kleding weer in. Zodra de planning en de indeling van de teams duidelijk is, kun je in de kantine met je voorman een kop koffie drinken. Vervolgens ga je per busje naar de locatie waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Gemiddeld gaan er per bus 5 medewerkers op pad. Aangekomen op de locatie zal de voorman zich gaan melden bij de deurwaarder. Jij blijft met je collega's even in de bus zitten totdat de deurwaarder zijn of haar werk heeft gedaan en toestemming heeft gegeven om het huis te betreden en met de werkzaamheden te starten. Je weet vooraf nooit wat je gaat aantreffen. Soms is het huis al leeg of zo goed als leeg en zijn de bewoners al weg. Maar het kan ook zijn dat er nog bewoners in de woning zijn op het moment dat jij naar binnen gaat. Je weet vooraf ook niet hoeveel er moet worden opgeruimd en in welke staat de woning is. Het kan zijn dat de hoeveelheid opslag, CQ afval, zo groot is dat de voorman besluit meer collega's te laten komen. Als de werkzaamheden juist meevallen, kan het zijn dat je naar een andere locatie gaat om aan de slag te gaan. Het is van het grootste belang dat je als werknemer van Roesen en Roesen weet hoe je je moet gedragen bij het ontruimen van een woning. Je ziet er verzorgd uit en je bedrijfskleding is helemaal in orde. Je bent beleefd, vriendelijk en behulpzaam naar alle personen die zich in en om de woning bevinden. Je werkt hard, maar met respect voor alle spullen die je aantreft in de woning. Het is niet gewenst om tijdens werktijd caps, petjes, oordopjes of headsets te dragen. Ook telefoneren of sms'en is niet toegestaan. Er zijn immers voldoende momenten waarvoor daar gelegenheid toe is. Niets, maar dan ook niets, mag worden meegenomen uit de woning. Alles gaat beheerst de container in die voor het huis geplaatst is. Koffie drinken en of roken gebeurt alleen maar tijdens de pauzes. De voorman geeft aan wanneer de pauzes zijn en waar gegeten, gedronken en eventueel gerookt kan worden. Het kan voorkomen dat er wegens tijdsdruk bij een klus geen pauze is. Het verwijderen van chemische stoffen of gevaarlijke spullen stem je af met de voorman die daarin de juiste werkwijze zal aangeven. Veiligheid staat voor ons boven alles. Alle contacten met de opdrachtgever lopen via onze voorman. Mocht een opdrachtgever of leverancier, CQ-bewoner, je aanspreken, dan verwijs je deze keurig door naar de voorman. Roesen en Roesen voldoet op alle onderdelen aan de hoge kwaliteitseisen van haar opdrachtgevers. Zo zijn wij ISO gecertificeerd en zijn ook de enige in de branche in bezit van het certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook van onze medewerkers verwachten wij een hoge kwaliteit en respectvol gedrag op de projecten.